U luistert naar Radio Polderland, de lokale omroep voor je Breukelen, Kokkengen en Nieuwerterrein. Licht uit, theaterspots aan. Ben Querido presenteert Haal het doek maar op. Luisteraars en welkom bij deze nieuwe aflevering van Haal het doek maar op. Het cultuur- en theaterprogramma van Radio Polderland. De komende twee uur weer veel mooie luisterliedjes, cabaret en de mooiste passages uit de verschillende musicals. Ook hebben we natuurlijk weer voor u een nieuwe uitgaanskalender en wordt u in deze aflevering weer helemaal bijgepraat rond de verschillende activiteiten in de regio. Na deze uitzending kunt u dan ook alles nog even rustig nalezen op onze site radiopolderland.nl. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met muziek. En dat is nu eens niet de gehaktbal, maar de bitterbal van Toon Hermans. Ik heb niet lang op school gezeten, vrijwel altijd dacht ik, och, als ik straks heel veel zal weten, wat weet ik dan eigenlijk nog? Nimmer had ik de ambitie, ik heb het anderen nooit misgund, maar altijd weet je maar een pitsie van alles wat je weten kunt. Het leven is een bitterbal, niemand weet hoe die Kees weet alles. Van de Grieken, Sophocles en Oedipus. Hij weet alles van klassieken, maar weet niets van appelmoes. Hans weet alles van hormonen, verder weet ze ook geen moer. Weet geen barst van bruine bonen en geen zak van kippenvoer. Het leven is een bitterbal, niemand weet hoe die Jan weet alles. Van de lever, wat je er maar van weten kan. Maar vraag hem nooit iets van je never, daar weet Jan de ballen van. Henk weet alles van bacillen, elk microbje zegt hem iets. Maar twee magistrale billen, zeker weten die doen hem niets. Leven is een bitterbal, niemand weet hoe die weet je. In die clevere kringen voel ik mij soms aardedom. Ook al gaan de grootste dingen buiten alle weten om. Mijn iets wat bekrompen kreten zet ik dus maar niet meer voort. Want zij die het allerminste weten, zijn vaak het langste aan het woord. Het leven is een bitterbal, niemand weet hoe die rollen zal. Cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. Hij was het allemaal. Toon Hermans. Ik draai het liedje Bitterbal van het album Ik zing van het leven. Dan Geert Leurink. Jarenlang stond hij op het podium met gerenommeerde bands als La Lupa, Diep Triest en Mazzeltof.
en nam uiteindelijk het besluit om hiermee te stoppen en een solocarrière te beginnen. En hij maakt dus ook nu Nederlandstalige muziek met een knipoog, aangevuld met een vleugje ironie, zonder dat het maatschappij kritisch is. We gaan horen Ik ben Sandy. U kent me wel, ik was laatst op tv. Ik zat in de finale. Zong een liedje, maar het volk zei nee. Jij gaat die eerste plaats niet halen. Ik heb toen mijn koffers gepakt, ik heb gejankt en gegild. Ben wezen klagen dat het niet eerlijk ging. Maar ik ben helemaal terug, ik heb zelfs een fotokaart. En kom zo langs voor de handtekening. Ik ben Sandy en ik ben bekend van TV. Bekend van TV, neem een fotokaart mee. Ik ben Sandy, zo vanuit de dal naar de top. Het was een lastige klim, maar ik gaf niet op. Nu reis ik elke week door Nederland. Breng wat tijd door op die vier wielen. Haal de bladen, haal de krant. Ik sta heel wat uurtjes in de file. Ik open een winkel, begin een goed doel. Doe alles wat ik doe met veel gevoel. Ik zit in een panel, ik zit in een soap. En binnenkort is mijn kledinglijn te koop. Ik ben Sandy. Vertrouwen in de toekomst meer. Daar was ineens die mooie kans. Het idolsverhaal gaf mijn leven weer glans. Ik ben Sandy en ik ben bekend van TV. Bekend van TV, neem een fotokaart mee. Ik ben Sandy, zo vanuit de dal naar de top. Het was een lastige klim, maar ik gaf niet op. Ik ben Sandy en ik ben bekend van TV. Bekend van TV. Neem een fotokaart mee, ik ben Sandy. Zo vanuit de dal naar de top. Het was een lastige klim, maar ik gaf niet op. Cultuur, theater, muziek, film, exposities en nog veel meer. Het actuele overzicht in de Uitgaansagenda. Dat was Geert Leurink met zijn nieuwe single Ik ben Sandy. Dan gaan we naar onze uitgaansagenda, want dit voorjaar beleeft de succesvolle culturele zondag Jazz Hands haar 5e editie en vanwege het jubileum is deze versie extra feestelijk. Utrecht wordt een dag lang omgedoopt tot Swing City met jazz uit de jaren 30, 40 en 50. Tijdens Jazz Hands 2010 is er veel aandacht voor jonge ensembles die zich toeleggen op deze retro-stijl. Ook zal er aandacht zijn voor aanverwante kunstvormen als dans door Lindy Hop en filmfragmenten van hoogtepunten uit de Nederlandse jazz- en filmgeschiedenis. Jazzkenner Bert Fuisje vertelt over de geschiedenis van de bebop. Het ensemble Vromeman doet de vocale muziek uit de jaren 30 herleven. Dit alles is te bezoeken op zondag 7 februari vanaf 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds in Utrecht. Op zondag 7 februari opent de kunstsalon vanaf 4 uur de tentoonstelling Miniaturen. Net als bij de voorgaande editie zijn de kunstenaars gevraagd om werk op klein formaat te maken. Het is wachten op de verrassende resultaten. De tentoonstellingsperiode loopt van 7 februari tot en met 28 februari bij de kunstsalon in Utrecht. Natura Artis Miki Straas is een tentoonstelling van schilderijen, beelden en tekeningen geïnspireerd door de schoonheid der natuur. U kunt daar werken bewonderen van onder andere Auguste Alabé, Willem Witse, Theo van der Hoytema, Marius Bauer en vele anderen. Deze tentoonstelling is te bezoeken bij de kunsthandel Pygmalion in Maarsen. Gaan we met vakantie?
Misschien naar Tunis, dat is niet fascistisch. En ze hebben toch een strand, ja, of anders Zweden zou dat fijn zijn. Zweden, het lijkt me eigenlijk niet veel aan. Zullen we wel weggaan als we hier eens bleven? Nou, oké, dat doen we dan. Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, 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 doe. Wou je echt niet weggaan? Wou je dan niet blijven? Het is misschien een beetje sloom, andere volken kijken. Is je geest verrijken? Ja, dat heb ik van. Die komen hier toch, ja, verrek, dat is ook weer waar. Buitenlanders kijken op het Leidse pleintje. Goed, we blijven hier dus maar. Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, 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 doe. Het is een goed idee, hoor, ja, dat dacht ik ook wel. Het heeft ook nog een andere kant, want die buitenlanders zien nooit Nederlanders. Die zijn dan in het buitenland, als wij hier nou blijven, hebben ze ons tweeën. En dat is tenminste wat je moet voor een ander ook wat over hebben. Ja, dat vind ik ook, hoor, schat. Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, 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 doe. Niet meer over dobbe, 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 doe. Niet meer over dobbe, 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 dobbe. Uit 1972 kwam deze uitvoering van Dobbe, Dobbe, Dobbe van Jasprina de Jong. Een Lurelei-productie geschreven door Guus Vleugel met muziek van Joop Stokkemans. Hoe word ik gelukkiger dan mijn buurman zonder dat het veel kost? Is een cabaretvoorstelling van Rob Urgent en Kees van Amstel. U slikt pillen, u mediteert, u rent van dokter naar therapeut en van psycholoog naar plastisch chirurg. Hoeveel trommeltherapieën op de Drentse hei en verdachte friemelsessies door vreemdruikende goeroes heeft u al zonder succes uitgeprobeerd? Zo zit u in een dip, dan weer in een dalletje en het is allemaal hun schuld. Maar nu is er de spoedcursus Gelukkig Worden. Rob Urgent en Kees van Amstel trekken u uit de blubber en houden u een spiegel voor. Want u moet kunnen lachen om uzelf, maar natuurlijk vooral om anderen. Cabaret voor winners en losers, voor alfamannetjes en beta-vrouwtjes. Tja, eigenlijk voor iedereen. Te zien op maandag 8 februari in de Stadsschouwburg Utrecht. Will You Ever Be Happy Again is een toneelbewerking door Sanja Mitrovic en Jochem Steichman. Een docuverhaal van de jonge Servische Sanja Mitrovic, geëngageerd maker van een meme-achtergrond.
In de internationale co-productie Will You Ever Be Happy Again gebruikt ze autobiografisch materiaal van haarzelf en haar Duitse medeperformer Jochem Steichmann. Gebeurtenissen uit hun kindertijd zoals spelletjes, de basisschool en sportdagen. Persoonlijke verhalen over goed tegenover kwaad, slachtoffer tegenover dader en hoe de rollen gemakkelijk omgedraaid kunnen worden. Samen roepen ze parallellen op tussen twee landen met een niet al te fris verleden. De geschiedenis herhaalt zich zoals de geschiedenis zich altijd lijkt te herhalen. Met de vermelding dat er tijdens de voorstelling Engelse en Nederlandse boventitels worden getoond. Deze toneelbewerking is te zien van 10 tot en met 12 februari in Theater Kikker in Utrecht. Zijn. Ik wil niet fatsoenlijk gerend en volwassen zijn. Ik ben niet van jou, nee, ik ben vrij. Mijn leven is van mij. Op het ijs wil ik schaatsen en zelf zien hoe lang het houdt. De musical Elisabeth was dit. Mijn leven is van mij door Pia Douwes. Dan de musical Annie.
De musical Annie vertelt het verhaal van het 11-jarige weesmeisje Annie dat in een weeshuis woont waar de scepter wordt gezwaaid door de manipulatieve directrice Miss Hannigan. Annie verlangt hevig naar haar ouders en hoopt dat zij haar komen redden. Nou, en dan ontmoet de miljonair Oliver Warburgs het roodharige weesmeisje en besluit haar te adopteren. Maar voordat het zover is, heeft Miss Hannigan voorlopig genoeg van het zogenaamde meidengrut. Nergens valt eraan te ontkomen. Zit ik hier uitgeput, spoken ze nog rond in mijn dromen. Ik heb net als alle vrouwen verlangens. Een man die kroelt en kriebelt door mijn haar. Een aardig plan, maar ik heb geen man. En toch ben ik de moeder. Even doen, zeg me wat het nut is van wezen. Draai ik die strotjes om, word ik ongetwijfeld geprezen. Soms zie ik zo'n dame met centen, stikt van de juwelen de tred. Ik heb niks, ik ben blut. Ik stik ook maar stik in het meidengrut. Ja, behalve die monden. God, wat fijn zou het zijn als er toch geen wezen bestonden. Stop ze maar goed op die sproetjes of kom met grover geschut. Geef ze griep, geef ze spit of allemaal een kunstgebied. Dit meiden. Spuit me plat, tot de stad een wet heeft met verbod op dat meidengrut. Maya van den Broeke hoorden we hier in de rol van Miss Hannigan uit de musical Annie. Uitgaan in de regio. Ben Querido zet de mogelijkheden voor u op een rij. René van Beek, contrabassist, maar ook begenadigd zanger en bespeler van de Flugelhorn, heeft ook dit jaar weer even veelzijdig als verrassend programma voor Cultura samengesteld, bestaande uit top jazzmuzici uit binnen- en buitenland. Drie heerlijke jazzavonden met uiteraard de vertrouwde sound van contrabas, piano en drums, maar ook in onverwachte en ongedachte combinaties van piano, fluit, gitaar, zang en drums. Voor de trouwe jazzfans een feest van herkenning en voor de nieuwkomers een fantastische kennismaking. Dit concert vindt plaats op vrijdag 12 februari in De Boei in Vinkeveen. Het festival Mooie Woorden is als meest veelzijdige literatuurfestival al 5 jaar een begrip in Utrecht. Dit jaar is het thema over chicks en andere vrouwen. Niet alleen bekende schrijvers als Tommy Wieringa en Leon Verdonschot, maar ook nieuwe talenten geven hun visie op het mysterie vrouw. Het festival Mooie Woorden vindt plaats in het weekend van 13 en 14 februari in het Academietheaterfaculteit Theater HKU in Utrecht. Karin Bloemen behoeft niet zoveel extra toelichting, die kennen we wel. Maar samen met het Metropoolorkest zal zij uitpakken met een vrolijk liedjesprogramma, de 60's.
In verband met de bouw van een nieuw muziekpaleis zal de organisatie kantoor gaan houden aan de Jacobstraat en worden de concerten geprogrammeerd op twee verschillende locaties in de stad. Grote zaalconcerten in Vredenburg-Leidse Rijn en kleine zaalconcerten in Vredenburg-Levenberg. Karin Bloemen zal dus te zien zijn op Vredenburg-Leidse Rijn op zondag 14 februari om 11 uur 's ochtends. Als je moe bent, als je oud bent, als je rillerig en miserig en koud bent, als je man weer met een juffrouw op de pier zit, als de echtelijke liefde je tot hier zit, als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning, als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning, als er sneeuw is, als er mist is, als het ijzelt en je minnaar een sadist is, als dat allemaal je lot is en je vraagt of er een God is, sla dan woedend met de deuren, ga je cocktaildress verscheuren, maar niet zeuren. Huil in je bed, bijt in je laken, vloek tegen iedereen, schreeuw van de daken, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Trap om je heen, wees nooit een dame en gooi je theeservies dwars door de ramen. Zeur niet, zeur niet, zeur niet. Neem een grote schaar en knip in het verloor. Scheld de vrouw van de notaris uit voor hoer. Doe het allemaal, maak een grof schandaal. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet. Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Manton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug. Om me heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug. En ik denk vals, hoe zou het er zijn? Nog zo nat, nog zo kil. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miserig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de regen gestaag? Is mijn leven er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag. Ik zei Pieterzee, haar Heinze man. We gingen samen naar het Deltaplan. Hij had een nieuwe blauwe blazer aan, zo'n mooie man. Haar Heinze man, haar Heinze man. We waren samen toch zo'n enig span. En ik was helemaal bezeten van haar Heinze man, haar Heinze man. Oh mannen, ik voel het, jullie willen meezingen. Haar Heinze man. We gingen samen naar de Deltaplan. Hij had een nieuwe blauwe blazer aan, zo'n mooie man. Herr Heinzelmann, Herr Heinzelmann. We waren samen dus een hele smaak. En ik was helemaal bezeten van Herr Heinzelmann, Herr Heinzelmann. Ja! Herr Heinzelmann, Herr Heinzelmann. Voilà. Tot en met maart treedt ze met deze show nog op in het hele land, maar check de website voor een theater bij u in de buurt. Van Toon Hermans zijn de afgelopen periode een groot aantal one-man-shows uit zijn beginperiode op cd gezet. Dat levert heel veel leuk materiaal op, kan ik u zeggen. Voor nu heb ik meegenomen de zogenaamde openingsconferentie die hij gespeeld heeft in de periode 72-74. Geniet opnieuw van Toon Hermans in zijn vertrouwde carré.
We gaan ons lekker ontspannen. U thuis in de huiskamer en wij hier in Carré met z'n allen. Een beetje lachen op gewone dingen en een beetje luisteren naar kleine, ongecompliceerde liedjes. Niet van het moeilijke. Hè? En ik vertel u, oh, en dan hoop ik dat je om een uur of elf zult zeggen wat al veel mensen gezegd hebben. Veel mensen zeggen namelijk na afloop, gisteravond nog, dat was leuk, hè, Henk. Ja, gisteravond na afloop kwam er een man naar me toe en die zei, meneer Hermans, ik heb al uw programma's gezien, maar ik moet u zeggen, in dit programma is de mens Hermans duidelijker. Ja, dat klinkt een beetje zwaarwichtig en ik ben er toch blij mee. Na al die jaren van grappenmakerij, dat de mensen toch iets zien van de mens die in de grapjas steekt. En ik geloof dat dat komt, mensen, omdat ik nou probeer in dit programma dingen te zeggen uit mijn leven. Gewone dingen die ik heb meegemaakt. Ik begin ook bij het begin. Ik begin bij het begin van mijn leven. Meer dan een halve eeuw geleden, dames en heren, boog zich de vroedvrouw over mijn wieg en ze zei, het is een jongen. En zo is gebleven. En boven mijn wieg hing een engeltje. Ik zie het nog hangen. Een engeltje van porselein. De vleugeltjes tegen de muur en het hoofdje naar beneden. Dat kon niet anders, want er zat een spijker in zijn nek. Nou, en zo beroerd als het engeltje aan de muur hing, zo beroerd lag ik in mijn wieg. Ik lag helemaal niet lekker. Ik lag helemaal niet lekker. En weet je waarom niet? Omdat ik aan alles kon merken dat ik een nakomertje was. Want ik had niets van mezelf. Nee, ik had allemaal oude spullen. Ja, allemaal gebruikt goed. Gedragen kleren. Ik lag in een oude wieg. Daar hadden twee geslachten in gelegen. Klinkt al onappetijdelijk, vind ik. Twee geslachten. Ik vind het helemaal niet erg dat iemand in mijn wieg gaat liggen. Maar twee geslachten vind ik rijkelijk ver. Ik lag in die wieg, maar ik lag helemaal niet lekker. Oude kussens, oude slopen. Ik had een oud pak van mijn broer aan. Ik had niks van mezelf. Ik had helemaal niets van mezelf. Ik had een paar sloffen van een andere broer. Maar mijn vel is te groot. Van die wollen sloffen, ik zie ze nog. Met van die ballen eraan. Ken je die sloffen? Van die wollen sloffen met zo'n draad en dan die bal eraan. Dat is toch wel zo'n baaiers idee. Ja, ik vond een nagevoel die ballen aan die sloffen. Daar twee en daar één. Onevenwichtig begin, twee sloffen, drie ballen. Ja, mijn broer had die bal eraf geschopt. Die had hem al. Die sloffen zaten helemaal niet lekker. Die kon ik zo uit de wieg gooien. Ja, dat deed ik niet, want dan moest ik telkens er weer uit om ze op te rapen. Ik vond geen leuk begin. Ik had niets van mezelf. Oude kussens, oude slopen, oude flessen. Ja, oude flessen. Gebruikte spenen. Gaatjes waren veel te groot. Ik lag de kokhals in de wieg. Ja, ik vond het niet leuk. Ik kreeg alles ineens binnen. Het liep me zo langs mijn kin. Liep het zo in mijn slabber. De slabber was van mijn zuster. Ja, ik zeg toch, ik had niets van mezelf. Ik had niets van mezelf. Lag nog een rammelaar. Dat was ook een ouwe. Er zat niet eens een echt in. Zit er altijd een echt in? Had mijn broer er al uitgeramd. Maar ga dan maar liggen rammelen als je niks hoort. Ben je gauw uitgerammeld. Nee, ik vond een triest begin. Ik had niets van mezelf. Niet eens mijn neus. Ze keken in de wieg en zeiden ze allemaal, hij heeft de neus van ome Gerrit. Ja, ik vond het niet leuk. Er was er een die zei, het is net Tante Jo. Het is net dan, hij heeft alles van Tante Jo. Toen nou. Ik had gelukkig een klein dingetje van mezelf.
Nee, ik lag niet lekker in die wieg. Ik kon ook niet slapen als ik in dat ding lag. Als ik s'avonds wilde slapen, kwam mijn vader op een stoel naast de wieg zitten. En die begon slaapliedjes te zingen. Nou, ik deed geen oog dicht. En hij zat nog te liegen ook. Hij zong van buiten lopen schaap. Maar buiten liep niks. Want we woonden pal bij het station. Maar het lijkt me moeilijk lopen voor die schapen. Tussen die treinen door. Ik stapte uit de wieg, mensen, en ik ging naar mijn eerste kleuterschooltje in een klein stadje in Zuid-Limburg, waar ook mijn wieg had gestaan. En op dat kleuterschooltje, daar waren de nonnetjes, de zustertjes, de begeintjes, zuster Ursula. Ik zie haar nog voor de schoolbanken staan in de zwarte pij met de witte spatborden. Een enig mensje, zuster Ursula. Ik hoor haar nog zeggen, kindertjes, in de hemel, daar eten de engeltjes pap met gouden lepeltjes. Dat vond ik zo leuk. Daar verheugde ik me toen al op. Ja, pap eten met gouden lepeltjes. Niet vanwege de pap, want ik vond pap niet lekker. Maar die lepeltjes, hè. We hadden thuis van die rotlepels, weet je wel. Ja, die vond mijn moeder in de zeepoeier en dat vond niks. En dan dacht ik, later in de hemel, pap eten met gouden lepeltjes. Dat zei zuster Ursula. Maar ja, mensen, dat zei ze toen, zoveel jaar geleden. Ik geloof niet dat zuster Ursula de moed zou hebben om het nog eens te zeggen tegen de kinderen van 1974. Want dat is toch allemaal zo veranderd, mensen. Dat weet u toch? Ik bedoel, ik weet niet of u zich daarin verdiept, mensen. Maar misschien heeft u gehoord dat enkele dagen geleden, dat in Rome is bekendgemaakt dat zeer waarschijnlijk is er in de hemel geen pap. Zeer waarschijnlijk geen pap. Het schijnt zo te zijn dat er wel een pap is geweest, maar de pap, ja, hoe weet u dat? Heeft u kennis in de hemel misschien? De pap is op. Dat is in Italië afgekondigd door een paar progressieve jonge kardinalen. Il papo a oppo. Er zijn nog een paar oude kardinalen en die zeggen dat er wel pap is in de hemel. Maar dat komt omdat ze vroeger een vinger in de pap hadden, juist. En met die pap van vroeger, mensen, ben ik opgevoed. Dit is Haal het doek maar op. Loopt u zo alleen in de regen, juffrouw? Mag ik u een eindje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Pardon, juffrouw, maar het regent zo. Kom, geeft u mij een arm. Het mag niet van me moe, meneer, maar het is wel lekker warm. Samen met u, onder een paraplu, in de wind. Samen met u, onder een paraplu. Ze liepen door de plassen heen, spottend en spettend. Je kon geen hand voor ogen zien, het regende ontzettend. Is het niet gezellig zo samen, juffrouw? Is het niet gezellig in de regen? Dank u, ik ben waar ik zijn moet, meneer. Bij de halte van lijn 9. Pardon, juffrouw, de tram is weg. Ik breng naar de bus. Nou kijk, het mag niet van me moe, maar het is wel lekker knus. Samen met u, onder een paraplu. Wie, samen met u, onder een paraplu. Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht. Zo wandelden ze hand in hand door de regen in de nacht. Hij zei, juffrouw, pas op die plas, de weg is hier zo smal. En ploemp, ze lagen in de gracht met paraplu en al. Ze werden uit de gracht gevist, de juffrouw zei, meneer, u ziet, mijn moe had toch gelijk. En dit doe ik nooit meer. Loopt u zo
alleen in de regen, juffrouw. Mag ik u een eindje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Ik heb een paraplu, juffrouw. Dat is een goed idee, want daar komt mijn familie aan. Die gaat ook met ons mee. Samen met u onder een paraplu, die en ik. Samen met u onder een paraplu. Uit de serie Ja, zuster, nee, zuster waren dit Hetty Blok en Leen Jongewaard. En het lied Samen met u onder een paraplu. Eten met een reden, van moedermelk tot galgemaal. Op smakelijke wijze wordt u meegevoerd in de culinaire aspecten van deze kunst. Meerdere zintuigen worden geprikkeld tijdens deze avonden, waarin u eens niet een voorstelling, maar de culinaire ervaring centraal staat. Weet u wat u eet? Waarom smaakt een gerecht zoals het smaakt? En smaakt het anders als u er meer van weet? Iedere aflevering van Eten met een Reden is geïnspireerd op een beroemd schilderij. En iedere keer wordt het eten op bijzondere wijze opgediend. Als u daar honger van gekregen heeft, dan kunt u deze stillen op donderdag 18 februari in de Stadsschouwburg in Utrecht. Ook in de voorjaarsvakantie presenteren 5 theaters in de provincie Utrecht de leukste kindervoorstellingen. Te weten de Stadsschouwburg in Utrecht, Theater Kikker, De Lieve Vrouw, het Theater aan de Slinger in Houten en Theater Idea in Soest. Het eerste stuk wat daar verwacht wordt is Lenteuitjes en Hoe overleef ik mijn eerste zoen. Een musical over iedereen die voor het eerst verliefd is, gebaseerd op de bekende boekenreeks van Francine Omen over al die eerste keren. Maar vooral over puberteit. Rosa ruziet met haar moeder, krijgt ongevraagd een halfbroertje, breekt het hart van Jonas en wordt misselijk van haar eerste zoen. Hoe overleef je dat allemaal? Gelukkig wordt ze bijgestaan door haar beste vriendin Esther. Deze humoristische musical is ook geschikt voor mensen die hun eerste zoen al een tijdje achter de rug hebben. En oh ja, iedereen moet zijn mobieltje meenemen op zondag 21 februari in de Stadsschouwburg te Utrecht. Mijn vader was tatoeëerder in Haiphong. Toen hij op Ma was uitgeprikt, was ik nog jong. Mijn ma verkocht haar lichaam stoned van de betelnut. Ik bracht al die Franse roodkoppen naar haar hut. Moeder te koop, vieze klank. Haar parfum verdoezelde stank, geleerd van de Fransen met dank. De Fransen weg naar Dien Bien Phu. Wie kwam er toen? Ja, wie en hoe? We werden gek, want in één keer daalden de dollars op ons neer. Businessmen op de tanks, zelfs voor een drol krijg je thanks. Dat weer geleerd van de Yanks. Ik ben geen zakkenrollers type, van gescharrel heb ik altijd gebaald. Laat mij duiken in het diepe, waar de grote haai zijn voedsel haalt. Ben je Yank daar? Alles denkbaar. Mooi dat het ook nog dik betaalt. Wat ruik ik daar? Ruik ik daar? The American Dream. Geur van fortuin en gevaar. The American Dream.
kleurig verpakt, kant en klaar, the American dream. Machtig en zoet, likken maar aan die jumbo ice cream. Snel sla je slag, want alles mag. Waar het om gaat is bedrag, the American dream. Ah, eindelijk weg bij die Chinezen. En in de States een chique nachtclub gestart. Moet je mij eens groot zien wezen, met advocaten en een bodyguard. Boeren lopen, het lijkt goedkoper. Ik accepteer creditcard. Wat voor parfum ruik ik daar? The American dream. Doe mij de bruidssuite maar. The American dream. Girls kopen tieten per paar. The American dream. Kaalkoppen hebben daar haar. The American dream. Times Square vol hoeren echt waar. The American dream. Zwerver wordt man van het jaar. The American dream. Zo'n limousine met bar. The American dream. Als Fred Astaire, jij de star. The American dream. Weg met de stress. Kurk van de fles. Drink met mij op mijn succes. Mijn American dream. Bye.
Nee. Welkom thuis, baby. Willem Nijholt in misschien wel zijn laatste grote rol in de musical Miss Saigon als de regelaar in American Dream. Op dit moment is de serie over het leven van Annie M.G. Schmid op de televisie te zien. Daarin speelt Pia Douwes Connie Stewart, die zingend en dansend daar te zien is. Het was niet de bedoeling dat Douwes een imitatie van Stewart moest neerzetten, maar dat alles zo natuurlijk mogelijk bleef. Nou, en daar is ze ook absoluut in geslaagd. Maar misschien is het nog wel leuker om Connie Stewart zelf te horen in How Wonderful You Are. Al is hij theoloog of leraar algebra, zijn ego moet omhoog, dan komt de rest wel na. Je zegt het is verdomd, ik weet niet hoe het komt. Die anderen doen me niets, maar jij doet me iets. Je zegt bij jou alleen, slaan de vonken door me heen. Of zo'n soort zin, daar trappen ze in. Allemaal internationaal. Oh Jimmy, how wonderful you are. I never met a man like you. Oh Wolfgang, du bist so wunderbar. Kein anderer tut es so wie du. Oh Louis, mon ami, comme tu es beau, chérie. My darling, mein Liebling, mon chou, nur du seulement toi. Only you. Het geldt voor elke man uit Meppel of Taiwan, uit Sneek of Mozambique. Je zegt, jij bent uniek. Je bent zo stoer en fors. Oh, Sjors, oh, wat een dorst. En met je het appelscha, dat doet geen man je na. Je zegt, wat jij me geeft, heb ik mijn leven niet beleefd. Dat heeft effect, dat werkt direct. Bij allemaal, internationaal. Oh Henry, how wonderful you are. The way you do it is divine. Oh Helmut, du bist so wunderbar. Was du prestierst, kannst du allein. Isidore, mon trésor, oh la la, comme tu es fort. My sweetheart, mein Schätzli, mon chou, nur du seulement toi, only you. Bij intellectuelen moet je het subtieler spelen. Dan kijk je eerst naar boven, je zegt niet te geloven. Bij jou krijg ik een kick, alleen al door je blik. Je zegt het is een wonder, zo teder en bijzonder. En toch zo sterk en kloek. Nou dat gaat erin als koek, dat werkt meteen bij iedereen. Wij allemaal, internationaal. O Richard, o Siegfried, o Dries. Muy fuerte Pablo, muy bonita Sancho, macho, macho. Molto forte. Molto bello Giuseppe, bello, 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 bello. Oh, tintinatos, puise, llanos, quile, quile, quilos, llanos. Ja, het werkt in elke taal, het is internationaal. My darling,
chaud, noir, douce à l'âme à toi. Connie Stewart, How Wonderful You Are. Geweldig om haar toch elke keer te horen. De theatershows van Lebbes zijn wel kenmerkend door de rode draad die er altijd een beetje doorheen loopt. Bijvoorbeeld de DNA-profielen van de ui, de ert en de mens natuurlijk. Die wordt uitgebreid besproken. Het meest verbazende was echter een keer het slot van het stuk, het